Oosterbeek maakt deel uit van de gemeente Renkum, samen met nog een aantal dorpen. En onze gemeente kenmerkt zich doordat het eigenlijk ontstaan is op een stuwwal, op de rand van een stuwwal. Dus een honderdduizenden jaren geleden ontstaan tijdens de ijstijd. Dat is één ding wat ons kenmerkt. Daardoor ontstaat de prachtige natuur hier. Iets anders wat ons kenmerkt is natuurlijk dat een groot deel van de Slag om Arnhem hier in Oosterbeek heeft plaatsgevonden. Vandaar ook ons Airborne Museum. En als laatste, zo'n 150 tot 100 jaar geleden, waren hier vele kunstenaars die hier naartoe kwamen om hier te schilderen. En dat is eigenlijk nog steeds zo, want ook tegen de heden ten dagen hebben we nog zo'n 120 kunstenaars die hier wonen, werken, leven en schilderen. Zijn hier kunstenaars komen wonen en daar is Oosterbeek eigenlijk bekend om. De Oosterbeekse school. Oosterbeek wordt wel genoemd het Barbizon van het Oosten. Barbizon is een plaatsje bij Parijs waar heel veel kunstenaars bij elkaar kwamen. En hier had je dus een hele bekende kunstenaarskolonie en dan praten we over 500 jaar geleden. En dan had je hier allerlei uitspanningen en had Oosterbeek altijd de naam dat rijke families uit het Westen die hier overzomerden. En onder andere de familie van Egen heeft hier het spoorlijn aangelegd. En die kwamen dan met een trein met alle personeel en meubels om een half jaar te overzomeren. En dan gingen ze weer terug met de hele zooi naar het Westen. Ja, de contacten zijn gewoon heel gezellig. Het is allemaal wat persoonlijker als wanneer je in Arnhem bent. Ja, vriendelijke mensen. Hoewel het nu wel meer juppiger geworden is, vind ik zelf.